Hey, en BBB en Nieuw Sociaal Contract, die willen eventueel ook samen een bondje sluiten. Dus dat ze samen optrekken in die Tweede Kamer. Nou, dat wil ik eerst nog wel eens zien. Oké. Vooral natuurlijk omdat dat Omtzigt aan het publiek verklaard heeft dat hij niet een pleitbezorger van de Nederlandse vleesindustrie wil zijn. Dus ja, dan wil ik wel eens weten wat de basis van die bond is. Ja, er werd ook gevraagd, hè, ook aan Caroline, van hey, wanneer moet ik nou op Omtzigt stemmen? Wanneer stem ik nou op jou? En toen zei zij van ja, wij zijn meer voor dat de bus blijft rijden en dat het zwembad open blijft. En ja, ik begrijp dat Omtzigt dus tegen het rijden van de bus is, dat hij ook moet stoppen. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Maar BBB ziet ook meer voor die kleine netjes buiten de stad vooral, dat daar het leven op orde blijft. En Omtzigt is daar ook niet tegen, maar die is meer hoog over. Ja. Overigens heb ik nooit begrepen waarom die buslijnen gestopt worden uit zuinigheidsoverwegingen. Ook privatisering, hè? Wat een fantastisch idee. We privatiseren het. Zodat, ja, buslijnen waar weinig rendement gedraaid wordt, die zijn er natuurlijk in het achterland op grote schaal, die worden stopgezet. Het doet een beetje denken, ik heb een tijdje vrij regelmatig voor de Raiffeisenbank, Rabobank. De Rabobank gesproken. En dan kwam je op zo'n bijeenkomst van Rabobank klanten. En dan werd er eerst, en dan kwamen altijd de oude mensen klagen dat in hun dorp, speelde meestal zich af in Brabant. In Bokstel? Was het, ja, in Bokstel ongetwijfeld. En daar was nu het kantoortje van een Rabobank gesloten in verband met bezuinigingen. En dan dacht ik, ja, wat is dit voor onzin? En ondertussen had je gelezen dat de Rabobank dat jaar 6 miljard verdiend had. En dan ging zo'n kantoortje dicht. Desnoods open je in 3 dorpen met dezelfde dame die de basishandelingen kan verrichten, 3 kantoortjes. En dan heeft maandag en dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en zaterdag heb je kantooruren. Die oudjes die vaak geen auto's hadden, moeten ze dan met de bus, weet ik veel, naar Veldhoven of zo, om daar dan hun bankzaken te gaan doen. Nou heb je tegenwoordig de app natuurlijk, dat weet ik, maar dat had je toen ook nog niet. Ik vond dat zo'n ongelofelijke klotenstreek van die bank. Ook van een verbijsterende, inhumane kortzichtigheid. Dat je denkt, ik heb er ook wel eens iets over gezegd. Ik zeg, dat is nou de zoveelste keer dat de oudjes komen klagen. Vanwege dat achterlijke beleid van jullie, wat misschien een paar duizend, enkele tienduizenden euro's per jaar uitspaart. Op wat jullie verdienen. Maar dan moet je dus op de wat een bank, hè, wat een service van Jan Doedel. Dan moet je dus BBB stemmen, want die wil dus de pinautomaat in de dorpen houden. Ja, maar ik ben tegen de vleesindustrie, net als Omtzigt, dus dat gaan we niet doen. Hmm. Dat wij natuurlijk een buitenproportioneel geëxpandeerde landbouw hebben, ja. En dan zeggen ze altijd, dat vind ik ook zo lollig, ja, anders hebben jullie niks te eten. Hmm. En we exporteren geloof ik 70% in totaal van onze landbouwproductie. Nou ja. Het schijnt, nou ja, gaan we niet in deze technische zaken. Nog één ander dingetje, hè? Want kiezers zijn nu ook zoekende van de BBB, waar moeten we die plaatsen op? En ook dat geldt ook voor een nieuw sociaal contract. Links, rechts, daar hebben wij het ook eens over gehad. Caroline, die zijn nu bij Op1, waar ze op vrijdag zo'n politiek programma hebben met Kokkelman en Thijs van der Brink. Ja, we moeten dus af van dat links, rechts denken. Van ja, je bent of links of rechts. Dit is ook zo'n kletspraat wat we al een halve eeuw horen. Links en rechts bestaan nog steeds. En links wil iets meer overlaten aan de overheid dan rechts. Links gelooft niet zo in die ongelooflijke zelfredzaamheid van de burgers. Tip-top in orde, zoals je weet, in Bloemendaal, maar elders misschien toch iets minder goed georganiseerd en werkend. Ja, dat verschil is er nog steeds. Dat toch anders tegen de overheid wordt aangekeken. We hebben nu 13 jaar... Nou, eigenlijk al wel 20 jaar ervaring met het idee dat de overheid eigenlijk een lode last is op de schouders van de burger. En het gekke is, dat moest veranderen. De burger moest wat meer vrijheid hebben. Jessel Gus begon ook weer over op dit thema door te zeuren. En het probleem is dan, dat is misschien niet eens zo'n slecht idee, maar als je vervolgens in feite alle overheidsmaatregelen wel ondergeschikt maakt aan een immens complex beoordelingsapparaat. Hè? Heb je een subsidietje gevraagd op die 2 microfoons. Maar dan moet je dus wel 26 formulieren in triplo invoeren, insturen om die vergunning te krijgen en om dan dat geld te krijgen. En dan wordt er op beknibbeld. En nou ja, kortom, het is schijn geweest. Het lijkt alsof de overheid je meer ruimte geeft.
Maar in feite geeft de overheid je minder ruimte. Een bekend voorbeeld zijn de zonnepanelen en de BTW. Hè? Dat moest je volgens mij eerst terugvragen via allemaal formulieren. En dat hebben ze nu makkelijker gemaakt, dat automatisch gebeurt. Ja, ik heb eens bij de zonnepanelen kreeg ik automatisch de BTW terug, geloof ik. Ja, maar daar hebben ze dus die bureaucratie eruit gestreept. Dat is natuurlijk, dat scheelt geld. Dat kan op tal van terreinen. Ga praten met huisartsen en mensen in de medische sector. Die zitten geloof ik een kwart van de tijd formulieren in te vullen. Hè? Vanwege die enorme, fantastische vrijheid die onszelf, vreedzame burgers, door die lui, die neoliberale beleidsmakers geboden is. Mm, ja. Ja, maar dat verschil is er nog steeds. Dat laat je niet in de luren leggen door praatjes dat links en rechts niet meer bestaan. Dat is gewoon. Maar waarom zegt zij dat dan? Nou, omdat het een soort vaagheid creëert die mensen aantrekkelijk vinden. Ze willen niet per se links of rechts zijn. Ze willen gewoon dat de dingen gewoon gaan. Recht door zee, zei Rita. Ja, nou, ook zo'n ongekend politiek succes onder Rita. Jongen. Ik begreep dat er nu in Den Haag een hele complexe coalitie tot stand komt. Waarin toch, hoe heet die, buiten de... Richard de Mos. Ja, ik denk altijd aan die voetbaltrainer, sorry. Aad de Mos. Ja, ja. Zijn dat broers of niet? Nee, dat weet ik niet. Oké. Waarbij in ieder geval... En zij zou dan voor Richard de Mos zou zijn waterwethouder worden. Maar dat gaat dus ook al niet door. Net precies op het verkeerde paard geweest. Maar waar staat BBB dan, als we dan toch dat moeten plaatsen? BBB is iets heel anders, denk ik, dan Omtzigt. Laten we dat voorop stellen. Want BBB is in essentie een lobbybeweging. Namelijk een lobby voor de Nederlandse landbouw zoals die op dit moment functioneert. En een lobby tegen de aangekondigde, door velen noodzakelijk geachte veranderingen in de Nederlandse landbouw zoals die nu functioneert. Het is ook helemaal niet verbazingwekkend dat die partij voor een niet onbelangrijk gedeelte, begreep ik, gefinancierd is door grote veevoederbedrijven en misschien de Rabobank. Iedereen die, laten we zeggen, mega een rol speelt, vooral omdat die natuurlijk belangen in het geding zijn, die deels zelfs bovennationaal zijn. Dat zijn grote firma's die in allerlei opzichten belang hebben bij de huidige toestand van de landbouw in Europa. En dan kom ik terug op mijn punt. Zij is daarvoor vast een eenmanslobbyist, uitzonderlijk succesvol, dat moeten we er wel even bij zeggen. En in feite is die partij nog steeds een lobbypartij voor een specifiek doel. Namelijk de Nederlandse landbouw zoals die nu functioneert. Dat is Omtzigt helemaal niet. Omtzigt heeft in feite, naar mijn idee, vrij nuttig aan de orde gesteld dat, en iedereen zegt van een rare naam, sociaal contract, dat de overheid zich helemaal niet aan zijn sociale contract gehouden heeft in de afgelopen decennia. En dan kom ik terug op de bekende vier grondwetsartikelen. Maar in bredere zin kom ik terug op het neoliberale beleid wat er gevoerd is. Waar hij natuurlijk niks mee heeft, dat begrijp je wel. Wat is Omtzigt? Omtzigt is sociaal linksig, links van het midden, en cultureel waarschijnlijk iets rechts van het midden. Kortom, hij zit in het midden. Ik denk dat de BBB-beweging, voor zover het niet de landbouw betreft, ongeveer hetzelfde profiel heeft. Maar vergis je niet. Kijk even door, zet even de röntgenblik erop. En dan zie je dus dat de BBB-beweging in feite een lobbyorganisatie is. Maar wat betekent dat? Dat is Omtzigt niet. Nee. Dat de BBB-beweging niet waar zich druk maakt over het beleid ten aanzien van de Nederlandse landbouw. Die een zeer omvangrijke omvang heeft. En wat betekent dat? Omvangrijke omvang. Een beetje raar, maar goed. Dat betekent dat naar mijn idee. Kijk, daar is die weer. Hij is meteen weer weg. Vindt die podcast interessant? Ja, het gaat over een wesp, dames. Ja, of hebben we een bepaalde geur die wij... Ja, het kan ook een wespengeur zijn die wij veroorzaken. Ik waarschijnlijk. Geen idee. Dan moet je toch een beetje zoetig ruiken. Zou ik suikerziek zijn of zo, zonder het te weten? Ah. Hoe dan ook, ja, dat zul je dus merken, want de BBB-beweging zal zich verzetten tegen ingrijpende maatregelen die de boeren in Nederland treffen. Ja, maar nieuw sociaal contract zit dus een beetje op de plek van het CDA. Is gewoon het CDA. Is het CDA, het nieuwe CDA. Ja. En BBB, zit die dan daar ook in de buurt of zit die meer rechts? Die is daar niet meer dan een onderdeel, zou je kunnen zeggen. Hmm. Omdat ze uiteindelijk een beperkte agenda hebben. Ja.
Er zal binnenkort wel weer een nieuwe peiling komen. Dan zien we dus ook wat het effect van Mona Keizer als kandidaat-premier is. Dat zal niet zo'n vreselijk positief effect zijn. Denk ik hoor, ik weet het helemaal niet. Nee.